Leuk dat je kijkt naar Brabant vandaag. Het is dinsdag en dat betekent dat het woondag is hier bij Brabant 10. En zoals u ongetwijfeld gemerkt zult hebben, wordt het 's avonds al sneller donker. En wat gaan we dan doen? Het binnen gezellig maken. Maar zou het dan ook zo zijn dat we straks met Sinterklaas allemaal massaal achter de spelcomputer zitten? Of kiezen we voor een ouderwets gezellig bordspelletje? Daarover straks meer, want Eline Vermeulen zit bij mij aan tafel dan. En dat is een echte spelletjesfreak. Maar eerst het volgende. De huizenmarkt lijkt eigenlijk helemaal op slot te zitten. De verlaging van de overdrachtsbelasting van 6% naar 2% heeft er helaas niet voor gezorgd dat 10% meer huizen worden verkocht. Tussenstand op dit moment is namelijk 4%. Wat kunnen verkopers nou zelf doen om hun huis op de markt te brengen? En daarvoor zit aan tafel makelaar Edmond van der Zanden. Fijn dat je er bent, Edmond. Dank je wel. Jij zat hier eerder, namelijk in juli, bij Mariel. En toen zei je dat... Toen gaf je aan dat in 2008 is eigenlijk de crisis ingetreden. Ja. Huizenmarkt is met 25% gedaald. Ook dat nog. En toen kwam in juli de overheid met het bericht dat de overdrachtsbelasting zou dalen van 6% naar 2%. En toen je hier bij Marielle in de studio zat, had je wel zoiets van, nou, was je vrij optimistisch, toch? Ja, het had een kans kunnen zijn. Ik denk dat iedereen dat ook wel gehoopt had. Alleen ik heb toen ook de kanttekening wel erbij geplaatst van... ik hoop dat het voldoende en afdoende is. Maar helaas, je zei dat net zelf ook al. Hè? Het effect wat het eigenlijk zou moeten hebben, heeft het eigenlijk net te weinig gehad. Maar kunnen we dat nu al zeggen in oktober, 4 maanden verder? Ja, toch wel. We hebben met name zeg maar voor de zomervakantie hebben we een redelijke opleving gehad. Alleen die was van redelijk korte duur. En we zien eigenlijk in de maanden augustus, september en nu natuurlijk oktober... kunnen we al voorzichtig wel een beetje het effect zien wat het heeft. En het heeft gewoon niet echt een heel erg groot effect op dit moment gehad. Hoe komt dat? Ja, ik denk dat toch de andere zaken, en waar ik dan met name op doel, is de mensen die graag willen kopen, die lopen eigenlijk tegen twee problemen aan. Dat is enerzijds natuurlijk, ik heb mijn eigen huis nog niet verkocht. Ik wil wel een ander huis kopen, maar ik heb mijn eigen huis nog niet verkocht. Het andere probleem is van ik heb het misschien gekocht of ik wil het gaan kopen. Hoe krijg ik het gefinancierd? He, want met name de banken zijn natuurlijk toch in de afgelopen periode daar wat strenger in geworden. En we merken gewoon dat ook met name dat laatste fenomeen, dat het gewoon voor heel veel consumenten moeilijk is om uiteindelijk gewoon een woning te kopen. Terwijl ze misschien wel willen. Maar dan wordt zoiets gezegd, dat de overdrachtsbelasting dat wordt verlaagd. Dan moeten ze er toch wel over na hebben gedacht dat het op zijn minst ergens een succes zou bieden. Ja, ik denk dat het verlagen van de overdrachtsbelasting met name gebeurd is vanwege het feit dat ook de overheid begreep dat er iets moest gebeuren op de woningmarkt. Alleen ik denk dat iets, namelijk het verlagen alleen, dat het gewoon niet voldoende is. Wat moet er volgens jou gebeuren? Ja, inderdaad, een aantal zaken. Ik denk dat we natuurlijk in de algemene economische situatie dat er rust moet komen. Nou, ik hoop dat deze week door de Europese regeringsleiders dat er nu langzamerhand eindelijk eens een keer een goed standpunt wordt ingenomen. Dat men zorgt dat er voldoende financiële buffers worden geregeld. Zit dat erin, denk je? Ja, ik denk het wel. Want ik denk dat de situatie zo onrustig als die nu is, dat kost ook gewoon landen veel te veel geld. Dus ik denk wel dat er iets gaat gebeuren. Dus rust, denk ik. En ik denk dat elke economische situatie gebaat is bij rust. Maar één onderdeel wat echt moet gaan gebeuren, dat is toch dat banken toch ten aanzien van het verstrekken van hypotheken iets milder moeten zijn. Ja. Het is ontzettend lastig, juist in deze toch lastige periode, om voor mensen een woning te kopen. Dus banken moeten wat milder zijn. Ja. Wij praten zo meteen verder, want ook u thuis, als u zelf een huis in de verkoop heeft, kunt wat doen. Maar eerst gaan we even naar het nieuws van vandaag en dat doen we in Koppensnelle. Dag dames en heren, welkom bij Koppensnelle van dinsdag 25 oktober. In het Eindhovens Dagblad lezen we dat er maandagavond honderden mensen bijeen zijn gekomen om de dood van Jack van Gerwen uit Bergijk te herdenken. De 27-jarige van Gerwen werd afgelopen weekend neergestoken in Club 7 in Eindhoven. Het Brabants Dagblad meldt dat bij de Albert Heijn-vestiging in het Eindhoven stadsdeel Woensel de biefstukken uit de schappen zijn gehaald. Om diefstal van duurdere vleesproducten te voorkomen, liggen deze niet meer in de vakken. Wie het vlees wil kopen, moet er dus om vragen. Omroep Brabant heeft het bericht dat zorginstellingen in de provincie steeds meer rekening houden met homoseksuele bewoners. Dat blijkt uit onderzoek van Roze 50+. In vergelijking met eerdere onderzoeken is er veel verbeterd. En Vietnamezen infiltreren in hennepteelt Brabant, zo kopt de site brabantvandaag.nl. Volgens korpschef Frans Heres van Midden- en West-Brabant sturen Vietnamezen hun kinderen erop uit om te werken in de hennephandel.
Heres vreest dat de Vietnamezen de hennepteelt in Brabant willen overnemen. En diverse websites, waaronder nu.nl, melden dat Gaddafi dinsdag op een geheime plek is begraven in de Libische woestijn. Er is nu ook een filmpje dat Gaddafi aankomt bij de hemelpoort en door Petrus rechtstreeks naar de hel wordt gestuurd. Very few parents these days are naming their kids Muammar. Colonel Gaddafi, hear me. Because you have ordered the death of innocent people by means of terrorist explosives, you are sentenced to spend eternity wired as a human bomb. Every 2 minutes you will blow up. Holy! Too late for that now. Allah, Allah. Off you go. That's it. En dit was Koppensneller voor vandaag. Graag weer tot morgen. Aan tafel zit nog steeds makelaar Edmond van der Zanden. En zojuist hadden we het er al over dat de overheid nu toch wel aan het realiseren is dat alleen die overdrachtsbelastingverlaging niet voldoende is. Ja. Wat kunnen mensen zelf doen? Ja, dat is een hele goede vraag. Laat ik zo zeggen, om te beginnen is een bewustzijn van het feit dat we in een lastige situatie zitten. Daar beginnen we natuurlijk mee. Dus ik denk... A, wat het allerbelangrijkste is, en dat is met name voor de verkopende partij... is dat de vraagprijs die wordt gehanteerd voor een woning... dat die in ieder geval realistisch moet zijn. En ik denk dat daarin een taak van een makelaar natuurlijk prima is weggelegd... om samen met de opdrachtgever te bepalen wat is nou een realistische vraagprijs. En natuurlijk wil je als verkoper zoveel mogelijk overhouden aan je woning. Dat is een normaal uitgangspunt. Alleen zorg dat je in ieder geval daar realistisch mee bent. Maar realistisch, als je het vergelijkt met de markt waarin je nu... Waar de markt waarin je je nu begeeft. Ja, meestal is het zo dat wij vaak adviseren is dat... Hè, dat hangt een beetje af van hoe lang iemand de tijd heeft om zijn woning te verkopen. Maar zorg in ieder geval voor dat je niet te ver van de echte reële waarde van een woning afzit op dit moment. Hè, voorheen was het zo dat we vroeger werd er wel eens een keer geprobeerd van... We doen keiveel, dan zien we hoe het loopt. Maar je moet daar gewoon wat realistischer in gaan. Dus daar gepast mee omgaan. Ja. Wij zijn ook op pad geweest met de stylisten... bij een van de woningen die bij jullie te koop staat. En die heeft nog meer tips. Ons huis staat nu enige tijd te koop. We hebben voldoende kijkers. Alleen we krijgen geen bod. Daarom hebben wij een styliste uitgenodigd. Rieneke, die ons van advies gaat dienen. Waar wij mee hopen aan de slag te kunnen gaan. Ik heb even een rondje gelopen door de woning. Ja. Er zijn een aantal punten waarmee ik je kan helpen. Dus ik zal je wat tips geven om je woning beter verkoopklaar te maken. Dat zou fijn zijn. Nou, het eerste wat me opviel is deze hoek. Mm-hmm. Het zijn veel persoonlijke spullen. Ja. Veel persoonlijke foto's ook. Dat is eigenlijk te persoonlijk. Dus mensen willen graag zichzelf hier zien wonen. Willen niet geconfronteerd worden met de huidige bewoners. Okay. Dus ik zou adviseren om de foto's weg te halen. Ja. En ook de kleur op de wand, om die misschien een neutrale kleur te schilderen. De keuken ziet er hartstikke goed uit. Ja. Het is goed opgeruimd. Aanrecht is helemaal leeg. Ja. En dat is juist wat mensen graag willen zien. Ja, ik vind het niet gezellig met zo'n lege aanrecht, hoor. Nee, dat klopt. Maar te veel prelaria op het aanrecht, dat leidt heel erg af. Daarbij ook het bakje koffie is natuurlijk heel erg belangrijk. Ja. Sowieso voor de geur. Ja. En dat mensen het aangeboden krijgen tijdens een open dag. Ik zie dat de badkamer vrij klein is voor het huis. Ja. En ik zie ook dat die wat verouderd is. Dus ik zou adviseren dat als er mogelijkheid er is om hier toch een nieuwe badkamer te realiseren. Nou, ik zie dat deze kamer vrij donker is. Ook dat maakt... Ja, ook hier zou ik adviseren om de ruimte te schilderen, want het maakt deze kamer wat kleiner. Doordat je alle muren wit schildert, wordt het allemaal wat ruimtelijker. Hebben mensen een beter beeld van de ruimte. Nou, ik wil je heel hartelijk bedanken voor je adviezen. Graag gedaan, ik ben blij dat ik je heb kunnen helpen. Edmond, wie is er aan zet? De kopende partij, de verkopende partij of de overheid? Of de banken zelfs nog? Nou, als ik het in de goede volgorde mag doen, dan
dan denk ik echt dat het bij alle vierde partijen daar zal iets moeten gaan gebeuren. Maar ik denk echt zonder dat de banken mee gaan werken en de overheid. Dus ik denk dat de overheid moet beginnen daarin het bankwezen aan te sturen. En dat vanuit daar, zeg maar, door realistisch gedrag van koper, maar ook verkoper, dat uiteindelijk de markt wel goed komt. Want ik denk dat, en dat is misschien dan toch een positief punt, en daar wil ik toch dan graag mee afsluiten als het mag, tuurlijk, na al het negativisme, is dat ik denk dat we hier ons in Brabant, dat we ons in die zin minder zorgen hoeven te maken dan menigeen denkt. We zijn hier de twee na grootste economie van Nederland. En er gebeuren hier echt gewoon heel veel positieve dingen. En ik weet ook zeker dat als ik hier niet al te lang termijn nog een keer terugkom, dat het hopelijk dan anders is. Laten we dat hopen. Dankjewel dat je er was. Graag gedaan. Wij gaan er heel eventjes uit voor het weer. En dan straks is het zo namelijk, dan praten we met spelletjesfreak Eline Vermeulen. Want het is zelfs zo erg dat je in cafés niet meer mag wordfeuten. Want dat zou niet gezellig zijn. Je moet met elkaar kletsen in een café. Maar dat zometeen allemaal. Ik zie je graag zo. Het weer wordt mogelijk gemaakt door Speed Heat Vloerverwarming Breda. Woensdag overheersen de wolkenvelden, maar het blijft droog en nu en dan schijnt de zon. De middagtemperatuur ligt rond 13 graden, de wind is zuid tot zuidwest, zwak tot matig. Donderdag zijn er flinke perioden met zon, blijft dan ook droog bij 16 graden. En ook vrijdag en zaterdag is het aangenaam herfstweer. De zon schijnt geregeld, blijft droog en het wordt circa 15 graden. Het weer werd mogelijk gemaakt door Speed Heat Vloerverwarming Breda. Welkom terug bij Brabant Vandaag. De donkere dagen komen er weer aan, dus het moment om lekker knus met de hele familie spelletjes te spelen. Aangeschoven inmiddels is Eline Vermeulen, een echte spelletjesfanaat. Wat gaat het dit jaar worden wat spelletjes betreft? Gaan we inderdaad allemaal achter die spelcomputer zitten of komen die bordspelen weer op tafel? Ik denk dat die bordspelen wel weer op tafel zullen gaan komen. Omdat je toch merkt dat mensen het weer heel gezellig vinden om met z'n allen rond de tafel te zitten. En ook zeker ouders met kleine kinderen. Die zie je steeds meer toch wel bordspelletjes kopen. En wat voor bordspelletjes zijn dat dan? Dat verschilt eigenlijk heel erg. Het kan gewoon een leuk klein kaartspelletje zijn. Of inderdaad een Ticket to Ride, of een Carcassonne, of een Koloniste van Catan. Dus een beetje de bekende titels die iedereen ook wel kent. En het kan ook zijn dat ze over een heel nieuw spel proberen te gaan. Maar zie je een bepaalde trend in de winkel? Van de meeste mensen gaan toch wel daarvoor. Wil een educatief spel of juist veel amusement of in een quizvorm? Je ziet de laatste tijd steeds veel terug dat mensen ook coöperatieve spellen willen gaan spelen. Dus dat houdt in dat je met z'n allen tegen het bordspel speelt. Dus of je wint met z'n allen, of je wint met z'n allen vooral niet. En ja, Koloniste blijft gewoon natuurlijk een toptitel. Ticket to Ride blijft heel veel verkocht worden. En Guillotine is bijvoorbeeld ook een hele leuke titel. Gewoon een leuk klein kaartspelletje. Iedereen snapt het zo en je speelt het hartstikke leuk en veel heel snel mee. Waarom ben jij eigenlijk een spelletjesfanaat? Van huis uit meegekregen? Nee, niet echt van huis uit meegekregen. Vroeger speelden we af en toe een keer met stokkaarten een spelletje. En ik ben er eigenlijk ingerold dat ik het trading card game van Lord of the Rings ben gaan spelen. En toen kwam ik in de spellenwinkel terecht en eigenlijk ben ik daar blijven hangen. En zodoende van alles uit gaan proberen, van rollenspellen tot trading card games, tot gewoon bordspellen, kaartspellen. Ik vond het allemaal leuk. Nou was er laatst in het nieuws dat een café in Zwolle verboden heeft om onder andere wordfeut niet op je mobiel te spelen. Wat vind jij daarvan? Van überhaupt spelletjes op de mobiele telefoon? Op de mobiele telefoon vind ik het helemaal niet erg. Nee. Maar ik heb dan wel zoiets van doe dat in de trein. Of inderdaad op plekken als je eigen verveelt. Als je op een plek samenkomt voor de gezelligheid. Pak dan of een Scrabble erbij dat je met z'n allen het woordspelletje speelt. Maar ga dan niet alleen je afzonderen. Nee? Dat vind ik dan toch niet. Maar het is wel minder verslavend, want ik doe het ook ontzettend verslavend. Je denkt, oh ping, oh, dan moet je even weer een woord zoeken. Ja. Café of niet? Ja, ik heb het zelf nog nooit gespeeld, eerlijk gezegd. Ik ben wel echt meer van de bordspellen, gezellig met z'n allen. Dat trekt mij veel meer dan inderdaad op je telefoontje een spelletje spelen. Waar gaat het denk je naartoe dat we over 10 jaar allemaal op de iPad rondom het ganzenbord zitten? Dat zou best kunnen. Ja? Dat zou heel goed de mogelijkheid kunnen zijn. Er zijn al meerdere spellen die je in de tussentijd met z'n allen op de iPad kan spelen. Ieder een iPad voor zijn neus. En dan eentje in het midden, dat je dobbelstenen naar het midden toe kan schuiven. En dat soort dingen. Dus dat is er allemaal al. Dus dat zou best kunnen dat inderdaad toch wel dat we daar naartoe gaan. Ik wil nog één vraag aan jou stellen. Dat is moeilijk hoor, want ik ga me ook even oplezen. Spelen mensen die af en toe een spelletje spelen andere spelletjes dan fanatieke spelletjespelers? Jazeker. Zeker? Daar zit een heel verschil in. Je hebt een aantal spellen, een titel Arkham Horror bijvoorbeeld,
is echt een heel briljant gaaf spel. Maar als je nog nooit spelletjes gespeeld hebt, moet je die titel niet gaan doen, nee. Dan is dat dus veel te veel. Daar zie je een groot verschil tussen. Daar zie je echt een groot verschil tussen, inderdaad. Dus sowieso een handleiding die er al bij zit. Is al een heel boekwerk, dat zijn geen vier regels en je bent er klaar mee. Ja. Dus daar moet je eigenlijk echt in verdiepen. Maar het zijn wel hele gave spellen. Cool. Echt, ze zijn echt heel erg vet. Maar als je inderdaad een beginnende speler bent, zou ik daar niet aan beginnen. Want dan zie je door de bomen het bos niet. Welk spel dan als je begint? Een koloniste. Een Carcassonne. Om even simpel te houden. Ja. Pandemie zou misschien ook nog kunnen. Nou, heel veel spelletjes te doen dus tijdens deze donkere dagen die eraan gaan komen. Wij gaan van de spelletjes naar de politiek. Want de gemeente Tilburg die debatteert over de begroting. En waar mag volgens de VSP niet op bezuinigd worden? Nou, wij vinden dat er pertinent niet bezuinigd mag worden, vooral op het ouderenbeleid. Want deze oudere mensen, die hebben eigenlijk onze maatschappij opgebouwd. En ik zeg niet de mensen die een groot pensioen hebben. Daar zullen we niet aan kunnen ontkomen. Maar mensen met alleen een AOW met een heel klein pensioentje, laat die mensen met rust. Want ook dat is de groep die het laagst betaald is geweest heel hun leven. En daarom hebben ze nu een klein pensioentje. Maar die hebben wel onze maatschappij opgebouwd na de oorlog. En daar moeten wij respect voor hebben. En niet bezuinigen. We gaan allemaal nog ouder worden en we zijn allemaal aan het vergrijzen. Dus waarom zouden we daar moeten gaan bezuinigen? Vind ik echt een slechte zaak als het zou gebeuren. Ik vind dat, dat mogen ze niet doen. Want ik heb nu al bericht gekregen van de AOW. En dan heb ik een klein pensioentje van de IAOW. Omdat ik in België gewoond heb. Een verminderde AOW heb. En toch lever ik in 2012, weet ik nu al, €36 in. Daar mogen ze niet aankomen. Zoveel heb ik niet. Ik vind het belachelijk. Ik vind dat er niet bezuinigd moet worden, omdat de ouderen meer zorg nodig hebben. Minder dan de jongeren. Ik vind dat de zorg op ouderen gewoon door moet gaan. Dat is volgens mij het belangrijkste in de maatschappij op dit moment. Ik vind eigenlijk wel dat daarop bezuinigd kan worden, omdat ik het idee heb dat tegenwoordig dat soort zaken wel goed geregeld zijn. Pensioenen en zo, dat ziet er tegenwoordig volgens mij wel goed uit. Ja, ik vind dat het sowieso niet bezuinigd mag worden op ouderen, want de ouderen die hebben eigenlijk ervoor gezorgd dat de jongeren vandaag de dag zo goed hebben. Nou ja, mijn eerste reactie is dat er één vrouw bij is die vindt dat er bezuinigd mag worden op ouderen. En dat is voor mij onbegrijpelijk, maar verder, alle mensen die ik hier nu gezien heb, die willen dat er niet bezuinigd wordt op de ouderen. En ik zeg wel, de rijke ouderen, die een heel groot pensioen hebben en die heel royaal in de slappe was zitten, dan mag gerust wat er bezuinigd worden. En die zullen dat misschien niet eens toch erg vinden, dat ze wat in moeten leveren, want die leven al heel rijk en royaal. En daar moeten wij zijn, maar niet bij de oude mensen die maar een heel klein inkomentje hebben. Ik heb hier heel goed nieuws gehoord en van de directeur hier. Want die krijgen zelfs meer geld nu voor de intramurale zorg. Die hoeven niet te bezuinigen, maar die krijgen geld bij. En daar heeft de heer Wilders voor gezorgd. En dan heb ik heel veel respect voor Wilders, dat die zo goed opkomt voor de ouderen. Deden er dat maar meer in de politiek. Eline, op welk spel ben jij nu nog aan het wachten? Wat is nog in productie? Ik ben echt op Panic Station aan het wachten. Wat is dat? Het is een spel, speelt zich eigenlijk af in de ruimte. Je loopt met z'n allen op een ruimteschip en je moet een virus tegen gaan houden. Maar het kan zijn dat één iemand die met jou meeloopt dat virus heeft, dus die gaat jou tegenwerken. Maar het kan ook zijn dat dat niet zo is. Dus daar zitten dus heel veel leuke aspecten bij dat spel bij. Dat je tegengewerkt kan worden of juist niet. En wanneer verschijnt hij? Dat kan elk moment komen verschijnen. Ik heb het gisteren op Spiel gezien. De grote spellenbeurs die hier in Europa gegeven wordt. Bijna dus. Dus dat zit er echt aan te komen. Ik zit er met smart op te wachten. Lijkt me echt een heel leuk spel om te doen. Nou, leuk cadeautje ook voor de feestdagen, toch? Zeker. Zeker weten. Wij gaan dankjewel voor je komst hier naar de studio. En heel veel succes met het spelen van de spelletjes. Dankjewel. En wij hebben een dame in Mijn Hobby en Ik. Vrouwtje heet ze. Die heeft een hele bijzondere hobby. Net zoals wat jij met spelletjes hebt, heeft zij met aquariumvissen. Thank you.
is mijn kweekschuur. Ik kweek aquariumvissen en het liefst tropisch, plus garnalen erbij. En dit zijn dus eigenlijk al mijn vissoorten die ik dan kweek, zeg maar. Dat doe ik dan hier in de schuur en een gedeelte op mijn kamer. En dat gaat op zich best wel goed. Geduld hebben en de waterwaardes op orde krijgen, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste, zeg maar. Je moet er zorgen dat de conditie van de vissen hartstikke goed zijn. En het water, dat de pH-waarden en alle andere waarden allemaal kloppen met het natuurlijk gedrag van de vissen zelf. En je gaat dan een kweekseizoen nabootsen. Dus bijvoorbeeld net in de regenwouden, zeg maar, dat het dan in één keer heel warm wordt. En dan verdampt het water een beetje, dus laat je de waterpeil zakken. En dan doe je in één keer heel veel koud water van ongeveer 17, 18 graden erin. Nou, dan, dat is dan, zeg maar, een natuurlijk gedrag komt dan naar boven. En dan willen ze ijs afzetten. Toen ik een jaar of 10 was, toen kreeg ik van mijn peetoom een paar guppen. Nou, dat zijn dan deze visjes. Nou, op een gegeven moment kreeg ik daar jongen van. En toen kwam er een aquarium. En toen kwam er nog een aquarium met allemaal kleine bakjes eromheen. Omdat ik al die jongen wou bewaren, zeg maar. En zo is eigenlijk de hobby een beetje ontstaan. If I could fly like birds on high, then straight to her arms. Nou, dat is een apslak, de grootste die ik heb op het moment. En die zet ik, omdat ik hem verder wil kweken, zet ik hem bij een andere appelslak. En die is ook wat groter, in de hoop dat ik dan wat jonger krijg. De slakkeneitjes, de appelslakeitjes. En dit is een trosje, die leggen ze boven water. En er komen ongeveer rond de 300 appelslakjes uit, als je geluk hebt. Voordat ik naar mijn werk ga, ben ik hier sowieso een kwartier bezig met eten geven. Ze krijgen twee keer per dag te eten van mij en dan heel afwisselend voor. Dus levend, diepvries, gewoon vlokken als ik een beetje haast heb, zeg maar. En dan als ik thuis kom, krijgen ze voer. En dat is ook ongeveer een kwartier waar ik dan mee bezig ben. En dan is het net al wanneer ik genoeg energie nog over heb, zeg maar, van mijn werk. Dan ga ik ze stelling voor stelling ga ik ze schoonmaken. En per stelling ben ik toch wel 2 uur mee bezig. Ja, ik denk zo hobby heel veel tijd. Maar dat vergt natuurlijk ook iets van je relatie. We moeten gewoon heel veel geduld hebben met elkaar, zeg maar. Dus dat hij werkt meestal nachtdienst. En ik werk overdag en op zaterdag. Ja, en zondag ben ik meestal ook aan het poetsen, dus dan zie je elkaar weinig. Plus ik heb ook heel veel vrienden die ik dan ook nog wel eens een keer tussendoor moet zien. En, wil zien eigenlijk. En dan moet ik dan maar allemaal even kijken hoe ik dat tussen ga plannen. Want 's avonds komen er ook meestal wel wat klanten die graag wat visjes willen overnemen. Nou, en dan moet ik daar ook rekening mee houden, hoe of wat. Dus dat, het vergt wel heel veel van mijn tijd. Maar tot nu toe haal ik er nog heel veel energie uit. Dus dan, Wat vind je vriend ervan? Die, we hebben het er nooit over. Dus ik denk dat het wel goed is. Ja, ik vind het wel balen dat we elkaar minder zien. Ja, niet zo vaak zien, maar het is niet anders. Eet je zelf ook wel eens je eigen kweek? Nee. Ja, sowieso kun je tropische vissen kun je niet eten. Ja, er zullen vast wel een aantal op de markt zijn, maar ik lust geen vis en ik lust geen garnalen en mosselen ook allemaal niet. Dus dat scheelt wel heel veel. Vissticks, dat is het enige. Vandaag voor vandaag. Morgen zit op deze plek Marielle Bastiaanse en René Wijnmans. En denk je nou ook, wil die uitzending nou keigraag terugzien? Dat kan via www.brabantvandaag.nl. Bedankt voor het kijken. En jij ook bedankt. Dank je.